sommige deuren gebeuren hele vreemde dingen. Heeft u wel eens gehoord van Roter, de rode motor? Nou, ik in ieder geval niet, maar hier binnen vind ik wel het antwoord. Door Raymond van Barneveld is het darten heel erg populair geworden. Je ziet het hier achter me, maar in dit spelletjescafé is een hele andere, bijzondere sport. Er is hier een team aanwezig wat Nederlands kampioen is geweest en ze doen zelfs mee aan de Europese kampioenschappen. De heren staan hier in Café Café. Nou, stel jullie maar eens even voor. Mijn naam is Aake Poon. Jackass. Milosevic. Captain Picard. Barracuda. Dat zijn toch niet de echte namen, hoor wel? Ja, hopen niet. waar is het goed voor? Waar ben ik beland? Bij een leesquestvereniging. Een leesquestvereniging in Doetinchem. Wij hopen dit jaar weer Nederlands kampioen te worden. 3 jaar Nederlands kampioen geweest, waarvan 2 jaar achter elkaar echt ultiem Nederlands kampioen. Daarna zijn we 2 jaar tweede geworden op het Nederlands kampioenschap. Net achter de feiten aangevist. 2 jaar geleden hebben we meegedaan aan een Europese kampioenschap. Zijn we 3de geworden. Aankomend jaar doen we weer mee. En dan? Ja, winnen hopelijk, hè? Eerstes. Yes, so that's the spirit. Wat is er nou zo leuk aan Laser Quest? Ja. 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 Alles. Winnen. Ja, winnen. Mensen afschieten. Okay. En het bier. En de gezelligheid. Ja. Maar wat staat voorop? Winnen en de gezelligheid. Ja. Ja. Gewoon een leuk dagje uit. Ja. Team spirit. Ja. Team spirit. Maar je zegt, je zei net al schieten. Is het niet een beetje een agressieve... agressieve sport? Nee, totaal niet. Absoluut niet. Wordt, nee. Juist dit spel word je afgestraft op lichamelijke dingen. Dus het is echt puur schieten met laserstralen. Agressiviteit is natuurlijk inderdaad uit den boze. Ja. Ja, wat dat betreft. Beginnen we niet aan. Maar waarom? Nee. Kijk, zit er toch een beetje in? Nee, fanatiek. Fanatiek, fanatisme. Ja. Puur fanatisme, ja. En waarom gaan jullie niet tennis of hockey of ja, dit is een beetje postzegels verzamelen of zo? Ja, dat is zo standaard, dat is wat apart, doet niet iedereen. Wat moderne en het is veel fanatieker dan een beetje postzegels verzamelen of tennissen. Tennis kan natuurlijk iedereen. Postzegels verzamelen, een biertje drinken niet zo lekker natuurlijk. Waarom? En dit kan niet iedereen? Nee, dit kan niet iedereen. Niet zo goed wat is er zo bijzonder aan dan? Hoe moet je het, het leren? Of? Ja, het gaat om een krachtexplosie. Je hebt een kwartier lang in één keer dat je al je energie eruit kan gooien. Dat vind ik het lekkerst. Eén grote combinatie van motivatie en fanatisme. En er komt een hoop adrenaline bij kijken. Een kwartier lang. Maar wat moet je nou bezitten om in jullie team te Je moet gewoon zwaar fanatiek zijn. Het is dat punt is één. Daar kom je al heel eind. Daar kom je al heel eind. Ja. En wat nog meer? Techniek? Niet snel opgeven. Nou, techniek, dat leer je in de jaren, echt. Dat is niet, bij het eerste potje heb je de techniek niet te pakken. Wil je in het team kunnen zitten, dan moet je inderdaad technisch ook wel wat verder kunnen wezen. Anders moet je onderaan beginnen. En hoe lang zijn jullie al bezig? Nou, er zijn verschillende. Er zijn een aantal mensen die zijn denk ik rond een jaar of 8-9 bezig. En er zijn een aantal die wat korter spelen. Maar ik denk deze zijn het. Wij allemaal zijn er al wel lang. Jullie zijn getraind? 5 jaar sowieso. En, 4 jaar. 5 jaar. En hoe vaak oefenen jullie nou? Ja, dat verschilt een beetje. Ja, het is je oefent niet met z'n allen voor zo'n Europese kampioenschap of zo? Jawel, we hebben speciale oefendagen in principe. En dan spelen we een aantal spelletjes met het hele team. En dan gaan we ook een beetje kijken hoe we gespeeld hebben. Wat we kunnen verbeteren en zo. En we hebben ook af en toe dat we de nachten spelen. Dus er wordt van alles georganiseerd ook voor het team. Dus, kunnen vrouwen het eigenlijk ook? Ja, absoluut. Dat is wel een volmondig jaar. Ja. Waarom zit hier dan geen vrouw aan de bar? Er zit geen beperking aan of je mannelijk of vrouwelijk bent. Maar waarom zit hier dan geen vrouw? Omdat er op dit moment geen goede spelers rondlopen in Doetinchem van een vrouwelijke soort. Wel geweest, misschien, zit er wat in. Nou, dan kunnen we dat gaan testen. Ja, moet dan ook zo'n pakje aan? Want jullie zien er allemaal hetzelfde uit. Ja, dat is alleen voor het team. Ja. Dat is alleen voor jullie, voor mij dus niet. Het is alleen als je goed genoeg bent om het team te mogen zitten. Oké. Dus straks misschien. Ja, dan moet je wel echt goed je best doen natuurlijk. Ja, dus, wordt even gekeken of je wel een beetje kan schieten. Ja, ja. Nou, ik wil wel uitproberen eigenlijk. Ja? Ja. Nou, laat maar proberen. Ja? Kan geregeld worden. Nou, kom op.
Je mag een naam opgeven. Dat doen jullie hier, bij Mission Control. Ja. Nou, ja. Maximaal 10 letters, 10 tekens. Fantasienaam, bijnaam, echte naam, buurvrouwsnaam. Nou, zeggen, weet je? Geef een naam op. Doe mij maar gewoon bitch. Zal ik ze eens even een poepje laten ruiken? Bitch. En dan krijg ik? Dan krijg je een kaartje van mij. Ja. Daarmee moet je daar een pak activeren. En dat zullen we je zo eventjes uitleggen. Dus mijn naam staat hierop? Ja, als het goed is kun je er nu tegenaan. Nou, ik ben benieuwd. Laat maar eens even gaan kijken. Oké, dan heb ik hier het bak voor je. Ja. De rest van het team pak ik ook al aan. En dat gaat over je hoofd. Met het geweer aan de voorzijde. Waar is het geweer? Zo mogelijk als die aan de voorzijde is. Die hangt hier al. Het schiet maar. Kijk. Aan die kant de clip hier dicht gaan maken. Even kijken hoor. Ja. Moet ik hem even wat breder maken natuurlijk. Ik ga even wat afstaan. Dan neem je hem tevoorschijn. En daar zit een pad op waar je de button op mag drukken. Ja, mag ik dat nu al doen? Ja. En dan komt je naam tevoorschijn op het geweer. Welkom bitch. Bitch. Je weet hoe het spelletje gaat? Gewoon schieten. Nee, niet gewoon schieten. Oh. De bedoeling is dat je de tegenstander verhindert punten te scoren. Dat betekent dat wij schieten. Ik verhinder degene punten te scoren. Ja, okay. Het is een behendigheidsspel. De bedoeling is dat jij de tegenstander weet te raken en verhindert punten te scoren op jou of op andere teamleden. Want op het moment dat ik jou raak, dan verlies ik punten en verdien jij punten. Okay. Dus iedere keer als iemand raakt, krijg jij 10 punten. Word je zelf geraakt, verlies je op de voorkant min 5, achterkant min 4, bij de schouders min 3, pistool min 3 punten. Aan de zijkant en aan de voorkant. Beetje duidelijk? Ja. Gaat dat lukken? Ik denk het wel. Oké. Okay. Nou. Denk je nog dat je gaat winnen of wordt het nou wat zwaarder? Ik voel wel een beetje de druk, maar Het leuke is, ik laat jullie even in spanning afwachten. Ben ik geen watje? Ja. Nee, precies. Nee, ik heet het leuke niet, is ook, als je afgaat, ga je trillen. Nou, je zult denk ik wel vaak dan heb ik in ieder geval nog feest. Nou, ik, ja, laat, jullie ook, ik laat jullie ook trillen, jongens. Kom. Kom. Jij staat heel rustig. De bedoeling is dat jij hier op die lampjes weet te raken. Niet op je gezicht, arm en oog. Hier moet ik op raken, toch? Ja, dat bedoel ik. Maar ik tril alleen de hele tijd. Maar jij staat heel rustig. Volgens mij hou jij je handen hier voor die sensortjes hier op de... Hoe doe je dat nou? Met je duim. Ik ben gewoon rustig. Daar ga ik alweer. Kijk, hier in de spiegel kun je me nog raken, zie je? Oké. Okay. Ja, raakt je zelf. Maar ik kan geen eens aan. Shit.
hier al vervelend. Waarom blijf je nou gewoon hier staan en ga je niet, kruip je hier niet achter zo'n... Ja, je moet zo staan dat je iedereen kunt zien. Ja, maar dan juist kan iedereen jou zien. En ik bedoel, je bent helemaal in het wit. Ja, maar ik heb expres iets donkers. Ik ben sneller dan hun. En daarom met dat witte lokken we ze juist uit om te komen. En doordat we zo snel zijn, schieten ze af. Dat is een beetje... Dat is de tactiek van jullie. Dat is onze tactiek. Een beetje, ja, een beetje arrogant overkomen. Maar dat is... Het werkt. Ja, het werkt, ja. Ja, want ik kruip weg, maar ja, ik sta er even op de trillen. Zo gauw jij wegloopt, schieten ze jou nog een keertje van achteraf en dan ben je nog een keer extra af. En dan pakken hun de punten op jou en dan jij maar, de punten. Zo doen jullie het ook met wedstrijden. Gewoon ja. In het open blijven staan en schieten. Ja, en veel lopen. En bewegen. En niet achter schuilen, want schuilen, dat werkt niet. Dat kost alleen maar punten. Maar als jij nou loopt, loop je dan gewoon zo? Of je loopt een beetje met... met een beweging, want hoe meer je beweegt, hoe minder snel ze kunnen schieten. Want als jij stil blijft staan, dan is het doelwit veel te makkelijk. Beweeg jij? Hetzelfde als een schietent. Als je stille dingen die jij makkelijk te raken, beweeg je. Zo eentje die voorbij komt. Dat is moeilijk, hè? Ja. Dat is moeilijk te raken. Ja. Zo, als je beweegt, hoe sneller je beweegt. En je moet ook niet recht gaan lopen, want als je recht loopt, is dit duidelijk zichtbaar. Als je schuin loopt, of zo schuin loopt, dan is de voorkant en de achterkant niet zo zichtbaar, bijvoorbeeld. Okay. En jij bent teamcaptain, hè? Ik ben teamcaptain, ja. Ben jij nog een beetje erg fanatiek tijdens het spel, dat je de boel een beetje zit op te jutten? Nou, wij jutten elkaar allemaal op. En het belangrijke is als teamcaptain is dat je je team aanmeldt. Dat jij van tevoren is een captains briefing, waardoor je de captains bij elkaar zijn, alle dingen gaat bespreken. En gaan kijken of er nog speciale dingen zijn wat het toernooi geldt op dat moment. Of er nog aanpassingen zijn. En je moet gewoon een beetje zorgen dat het team elke keer compleet is. Maar coachen doe jij niet alleen, dat doen jullie met z'n allen? We doen, we zijn echt een team en met z'n allen horen we erbij. En met z'n allen moeten we de punten scoren. Dus met z'n allen de schreeuwen en moedig je elkaar aan onder het spel. En hoe meer je elkaar aanmoedigt, hoe fanatieker je wordt. En er wordt geschreeuwd. En als je zo gauw je de tegenstander maar niet uitscheldt en wat dan ook, dan mag het wel. Maar je mag tegenstander niet uitschelden. En als je ze uitscheldt, heb je weer problemen. Dan kun je weer gedisqualificeerd worden. Zitten weer consequenties aan en daarom ben je ook als teamcaptain. Met problemen ga je naar de klachtencommissie en als het vals wordt gespeeld. Ja, en er worden... Dus als iemand gaat zitten schelden, dan mag jij opkomen eraan? Als iemand gaat schelden uit mijn team, dan komen ze naar mij toe. Dan krijg ik op de kop en dan moet ik degene uit mijn team weer op de kop geven. Of zeggen van ja, soms wordt er wel eens gedisqualificeerd en zo. Ja. Dat kan gebeuren. Moet niet zo vaak gebeuren, want dat is misschien niet op voor het team. Maar het gaat ook een beetje om fair play, daar zijn ook prijzen voor. Jullie hebben ook goede mentaliteit, toch? Ja. Wij zijn wel ook een beetje gebrand op de fair play, want het is gewoon leuker als iedereen gezellig eerlijk speelt. Dat is voor iedereen leuker en voor het spel leuker. Het gaat om de gezelligheid. Nee, het gaat om winnen. Oh, om te winnen, oké. Okay. Nou, ik weet niet en de gezelligheid. Ik het goed gedaan heb dan. En de gezelligheid, maar vooral winnen. Nou, ik weet niet... Of ik het wel gehaald heb. We kunnen de score zo beneden kijken. En dan zien we de score voor de manieren. En dan kijken hoe slecht of je goed gedaan hebt. Je hebt wel behoorlijk getrild, of niet? Ja. Dat heeft zegt weinig goeds. Hoe meer je trilt, hoe slechter je het gedaan hebt. Hoe vaak heb jij getrild? Weinig. Ja, ik weet het niet meer. Hoe vaak. Ja, nou gaan we wel kijken. Vaak, dan gaan we kijken. Ja. Zie. Ik geloof hier, of niet? Ja, het lijkt me logisch, hè? Maar ik kan nog wel even in de leer. Ik bedoel, er is geen hoop meer. Is er geen hoop meer? Ja, het is niet beter te maken. We hebben nog wel een beginnersteam. Ja. Daar mag ik wel mee doen. Daar mag je niet voor prutsen. Het is wel dorstige. Het is een dorstige sport. Zullen we even aan de bar zitten? Heb je goed gezien? Dacht ik. Eindelijk. Nou, heerlijk. Heb ik dat verdiend? Laat maar een biertje doen dan. Ja, doe er nog maar één. Ja, nee, maar jij bent, jij bent laatst. Oh. Nou, een rondje voor iedereen. Oeh, harde. Niet. Van de zaak.